De binnenlandbewoners hebben door de aanhoudende droogte een tekort aan voedsel en schoon drinkwater. Ook het vervoer via het water is een probleem. Volgens Johannes Niafai, kapitein van het dorp Kiminti, is het erg moeilijk voor de mensen. Alles gebeurt via de rivier en als die nog droog komt te liggen, komen de mensen in nog grotere problemen. Het is extreem. Onmogelijk. En die zie ik aan Taki na bijna om de zoveelste keren dat we geconfronteerd zijn met zo'n extreem droogte. Even hier lukken vanaf het gebied van Kotikaan de Lawa tot Stoermans Eiland, dat je bijna kan Taki een voedingstekort of in de plaats, heel binnenkort. Want dan kunnen ze zich niet meer zo vrij bewegen. Bepaalde president Omango en alles gebeurt via de rivier. Hè. Dus even een gaikostgrondje. Even go doen ons aan die activiteit of een alibi van money, het moet via de rivier plaatsvinden. Dus het is echt moeilijk die Unuina gebied, althans die is mijn gebied, want ik ga mee komen, ik kan redden eten, maar die velen niet. Levensmiddelen worden duurder als de droogte aanhoudt. Nu al wordt er SRD 2500 neergeteld voor een zak rijst en SRD 1100 per fles kookgas. Goederen vervoeren met het vliegtuig kunnen de binnenlandbewoners zich niet permitteren. Niafai zegt dat de vicepresident wel rijst naar het gebied heeft gebracht, maar dat is niet genoeg. De kapitein doet een beroep op de overheid om te helpen. Met deze heb je zoveel mogelijk denk kan. En dan moet je praten, de chassan ik dan moet praten van de praten die alle boeskonderen, zowel de inheemse dan de marons. De noemt dat ik nou een principe is aan het maffio, dat zijn mathematica. Nee. Adrukte jana alas maar op de kampen en adrukte die met de jepi alas maar sade maar jepi. De noem doen pis pisi. Dus we begi garantie garantie met de jepi nu sade maar jepi nu. Natuurlijk te je begi daar noem mango tak terang en begi je begi de ka jepi. Ja. Dus we begi de garantie de ka chawan jepi kom met de jepi totaal binnen en aan wapisi noem dat de libu antrapisi.